Ik ben Daniel van Kaam, 20 jaar oud en ik kom uit Delfzijl. Joao van Kaam, ik ben 18 jaar oud. Positie rechtsbuiten of dit seizoen vooral rechtsback. Ik ga wel gezellig met jou praten. Ja? Dat doen we nooit. Nou, we hebben niet altijd hier gewoond. We wonen hier sinds 2011, denk ik, zoiets. Daarvoor Appingedam nog. Maar ik denk wel gewoon prima jeugd, gewoon rustige jeugd. Hoe zou je jullie gezin omschrijven? Hecht gezin, een warm gezin, gezellig gezin. En ik denk dat we eigenlijk alles voor elkaar over hebben. We zijn eigenlijk altijd met elkaar. En ja, uiteindelijk is het ook een topsportgezin geworden. Ja. Wie van jullie twee is hier als eerste weg aan deze keukentafel? Ik. Ik begin ook eerder. Eigenlijk niet eens klaarmaken in de badkamer. Jullie begrijpen de vraag niet. Wie gaat er als eerste uit huis? Oh, zo. Ik dacht, hij gaat er wel heel serieus op in, man. Wat uit huis? Ach, kom op, hij snapt het nog steeds niet. Hij snapt het nog wat steeds. Wat is de vraag dan? Wie gaat er eerder uit huis? Ja, jij toch. Met wat bedoelt hij dan? Gewoon op zichzelf wonen, toch? Ja, zo ja. Ja, ik heb al een huis gekocht, Frank. Wist je nog niet? Ja. Mijn vrouw komt uit Brazilië. Dus ja, die is hier al sinds 1995 al in Nederland. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? We hebben elkaar leren kennen in Brazilië. Ja, daar werkte ik toen de tijd. Dus zodoende hebben we daar een tijdje lange afstandsrelatie gehad. En uiteindelijk is zij hier naartoe gekomen. Wat merk je nu van jouw kinderen, dat ze half Braziliaans zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Omdat ik natuurlijk geen referentie heb met... ik heb geen andere kinderen, zeg maar, natuurlijk. Dus dit... ze zijn gewoon opgegroeid hier in Nederland. Dus het zijn natuurlijk gewoon Nederlandse kinderen. Alleen ze krijgen een sausje een Brazilië eroverheen. Dat is het misschien. Kunnen ze een beetje Portugees? Ja. Nou, niet. Niet veel. Niet helemaal. Ja. Ga gewoon verder. Er staat wel een heleboel. Ja. Nee, jullie kunnen ook. Nee, ze verstaan alles, denk ik. Maar praten is misschien. Dat komt omdat je doet het ook niet elke dag natuurlijk. Gek is, sommigen zeggen dat wel dat in mijn spel zit, inderdaad. Dat gewoon dat. Een beetje dat. Met durf zweven, met lef. Dat het een soort van Braziliaans is. Maar als persoon, ja, ik weet niet, vaak vrolijk, vaak lachen. En dan wordt ook wel vaak over Brazilianen gezegd. Merk ik ook aan mijn moeder, dat mijn moeder vaak vrolijk is en aan het lachen is. Dus misschien is dat wel iets Braziliaans, maar ja, dat is heel moeilijk om te zeggen of dat nou Braziliaans is. Zeg maar. Is dit zo speciaal omdat ik mijn eten ga opruimen dan? Ja. Dus jullie doen het allemaal anders. Ja, ik ben geen Bart van Hint. Net een vlog dit inderdaad, hè? Ja. Dat is dan zo'n handje voor alsof het een vlogcamera is. Laat even in de comments weten wat we van vinden van deze doku. Smash op de like button als jullie het leuk vinden. Vergeet niet te abonneren, subscriben. Ja, en dit is de outfit van vandaag. Dit is altijd die meiden die dat doen, hè? Leuk jasje van de Sarah, €50. Match goed met deze broek. Zit lekker, goed kwaliteit. Goed kwaliteit, ja. Ik had even geen zin om mijn haren te doen. Zit nu even in een knotje, dus zit allemaal goed. Ja, maar ja, weet je. Ja, zijn wij. Kijk, wij zitten nu zelf eigenlijk te vloggen met de camera. Dus dat is helemaal niet erg. Thomas Soeslof. Is een van de twee die er komt. De ander is Joël van Kaam.
En daar staan ze, de gebroeders, voor het eerst op het veld in het eerste in de Eredivisie. En dus de natuurlijke opvolgers van Koeman en Koeman en Van Dijk en Van Dijk. Ja, in de wedstrijd zelf had ik het nog niet eens zo heel erg door of zo. Dat, weet je, mijn broertje komt erin, omdat je zo in die wedstrijd zit. Maar na afloop inderdaad, als je dan die berichten krijgt en ook van berichten zeg maar, van mensen die eigenlijk vroeger er ook al waren en weten wat wij voor laten en dat wij samen eigenlijk die droom hadden. Als je die mensen dan een berichtje stuurt en dat je dat dan ziet, ja, dan denk je wel van oké, ja, het is wel gewoon een droom voor ons, maar ook voor anderen die, ja, die dat eigenlijk samen met ons beleefd hadden. Ja, twee broers in één helft al bij FC Groningen. Is maar twee keer eerder voorgekomen. Weet je wie? Nou, Koeman en Van Dijk, toch? Scherp. Dan een bijzonder moment. Björn Schilder verlaat een kwartier voor tijd het veld ten faveur van Gregor Van Dijk, de jongste zoon van trainer Jan Van Dijk, die dus zijn beide zoons nu ziet optreden. Besef je wel dat het iets heel bijzonders is? Ja, nu wel. Maar wat ik zei, in de wedstrijd had ik dat niet door. Maar ja, tuurlijk is het wel. En je weet het ook wel van tevoren. Gewoon, ja, mijn broertje die zat al in de opleiding en ik maakte mijn debuut. En op een gegeven moment kwam hij steeds dichter bij het eerste. Dus dan weet je wel van, oké, het zou kunnen gaan gebeuren. Maar het is inderdaad wel speciaal als dan uiteindelijk dan wel gebeurt, ja. Ik kwam steeds dichterbij de laatste maanden, denk ik. En ja, daar ga je wel gewoon over nadenken van, ja, wij samen gewoon als broers in het eerste. Dat is natuurlijk supermooi, zeker omdat we gewoon allebei jarenlang ja, bij FC Groningen hebben gevoetbald. Gewoon gevoetbald bij Appingedam. Dus ja, heel mooi. Ik zeg niet dat we het verwacht hadden. Maar het was ook niet geheel onverwacht gezien zijn trainingsweek. Hij had de hele week natuurlijk meegetraind met het eerste. En er waren natuurlijk wat afwezigen in de selectie. Met name ook voorin. En Remco Balk begon natuurlijk als in de basis, als spits. En op die positie had Joël ook getraind. En Remco is ook nog heel jong en die dacht van, nou ja, misschien als hij het nou niet 90 minuten volhoudt, dan heb je kans dat jij erin zou komen. En dat gebeurde, ja. Ja. Hoe zitten jullie hier dan op de bank? Ja, het is het moment van natuurlijk. Dus, het is een mooi moment. Het is niet zo dat we... Nee, maar komt er dan een beetje spanning? Ja, je kijkt sowieso anders naar... Dat vind ik sowieso wel met Daniel. Je kijkt anders naar een wedstrijd dan dat een van beiden niet speelt. Voor Joël was dat natuurlijk de eerste keer. Dus je hoopt altijd dat het goed gaat. En je kijkt met een andere blik naar de wedstrijd toe. Nou ja, toen kreeg hij ook na 2-3 minuten kreeg hij natuurlijk flinke ballen in zijn gezicht. Dus dat was, dan denk je, dat kan misschien wel een heel kort debuutje zijn. Maar dat ging gelukkig goed. Oeh! Die vol in zijn gezicht. Dat is niet fijn. Dat is zeker niet fijn. Makkeli die bijna vaderlijk erbij gaat zitten. Zo van, hoe is het? Ja, ik krijg hem er vol op. Vol in zijn gezicht. Oei. Joël, je was blij dat je erin mocht. Volgens mij binnen 2 minuten 30 was je voortanden bijna kwijt. Hè? Ja, klopt. Vertel even. Ook, ja, praat maar mee. Oh, hier lig je al. Je liggen wel snel, hè? Ik heb het gemist. Mag hij nog terug? Hebben wij hem nog een keer terug? Ja. Jezus. Ja, is het wel gewoon. En? Ja, harde klap. Ja, maar niks aan overgehouden? Nee, je hebt niet. Je voortanden nog? Ja, alles zit er nog. Waarom denk je dat hij geen last van zijn hoofd had met die bal? Die klappen die hij hier krijgt zijn veel harder hier thuis. Dus ja, dan lijkt me logisch dat hij geen last van zijn hoofd krijgt. Ooit heeft de club een plan gemaakt om spelers, en dan ook nog het liefst uit de regio,
in de opleiding op te nemen en dat heeft maar één doel. Nou ja, dan zou je ook met regelmatig spelen in je eerste elftal moeten kunnen brengen. Voor de hele opleiding altijd hartstikke leuk dat we jongens het de eerste aantikken. Het mooie van Daniel is dat hij het gewoon al een paar wedstrijden laat zien. En daar willen we natuurlijk ook gewoon naartoe. We hebben nu meerdere jongens bij het eerste zitten. Nou, het is wel het mooiste als we dat we langer kunnen volhouden natuurlijk. Het feit dat het eerste elftal in aantal spelers is teruggebracht, een hele doelbewuste keuze om het beleid nog meer vorm te geven, blijkt daar ook wel een hele belangrijke in te zijn. Want dan ontstaat er eerder een soort van noodzaak waarin je spelers moet brengen. Nou ja, al dat soort dingen bij elkaar opgeteld, gekoppeld aan wat die jongens gewoon stomweg kunnen, heeft wel op dit moment, denk ik, het effect wat ooit eens is ingezet. Ja, en die koers inzet is één, maar de koers houden en verbeteren, dat is wel een hele belangrijke. Vooral Daniel kan ik me nog herinneren, Joel wat minder. Maar Daniel kon ik al wel herinneren als een speler die een mooie dribbel had. En dat eigenlijk is hij nooit verloren. Hij voetbalt eigenlijk nog steeds zoals hij in de voetbalschool deed. Nu hebben zij Braziliaanse roots vanuit hun moeder. Zie je dat terug in hun spel? Nou, ik vind vooral bij Daniel dat. Daniel is ook wat meer relaxer. Het is soms ook wel gezien als een beetje als een valkuil. Hè? Dat ze hem zien als van, hij is wat te rustig. En Joel is eigenlijk meer iemand die graag wil lopen. En vooral keiharde werker is. Kijk, dit gebouw is. Sommige mensen noemen dit het lelijkste gebouw van Nederland. Maar dat hebben ze de binnenkant nog niet gezien, Frank. Nog iets meer? Nee. Hallo jongens. Oh, mijn tas. Ik vergeet mijn tas bijna. Neem maar even dit. Nou, Balk, schiet op. Hoe is het? Goed met jullie? Slecht man, broertje. Er zit een camera in mijn nek. Wat is het grootste verschil tussen jou en je broer? Het grootste verschil? Ja, ik denk dat hij gewoon vooral veel, ja, ik denk wat makkelijker kan praten, zeg maar, meer open is. En dat ik gewoon nog een beetje in mezelf ben soms. Is het altijd al zo geweest? Of? De laatste jaren merk je wel meer het verschil daarin, denk ik. Ja, Daniel werd gewoon wat makkelijker in praten en was al heel snel open met anderen. Nou, daar heb ik nog wel eens gewoon wel moeite mee, zeg maar. Grootste verschil? Misschien, ja, jullie lopen ook al de hele dag met ons mee nu. Misschien merken jullie dat wel, dat ik iets meer praat en misschien iets meer losser ben naar andere mensen toe. En Joel is meer timide, zeg maar. En kijkt eerst vooral echt de kat uit de boom. Alleen met elkaar merk je dat niet echt, zeg maar. Dat is maar vooral echt naar andere mensen toe. En dan ben ik wat makkelijker daarin of zo. Ik denk dat het grootste verschil is voor de buitenwereld dan. Daan is wat rustiger. En Joel is wat, ja, hoe zou ik het zeggen? Heeft misschien wat meer temperament. Misschien is dat het goede woord, ja. Waarin Daniel het, het op zijn beloop laat, wil ze wel nog wel eens temperamentvol zijn. Heb jij dat gedaan of niet? Of is het nu echt gewoon puur omdat ze gewoon weten dat de camera erop staat? Hè? Mag ik raden wie dit is? Dit is gewoon Bart van Hinten.
zit het dan met die camera? Ja, moest toch? Ik weet niet. Begin de vlog dan. Gaan we nu beginnen? Ja, begin de vlog maar. Hallo dames en heren. Hallo dames en heren. Hallo dames en heren. Nee. Nee. We zijn net klaar met training. Nou, wat voelen we ervan? Ah, dit kunnen wij echt niet. Dit is echt... Nee. Moeten niks voor ons. Niet vloggen. Is niks voor ons. Laat even in de comments weten wat jullie allemaal van vonden. Ja. Laat in de comments weten wat jullie van onze vlogkunsten vinden. Smash die like button, smash hem. Laat een blauw duimpje achter. Ja. Abonneer. Alles. Gewoon alles. Oeh, lamme armen. Wie is het snelste van jullie twee? Hey, hadden jullie gezien de sprint tegen Kerk? Ja, die... Toen dacht ik ook al van, ja, dat zie je. Nee, vroeger had ik een vrij grote voorsprong op een jonge leeftijd, zeg maar. Ik was al wat groter en wat fysieker. En toen was ik... was ik altijd wel een van de snelste van mijn team, zeg maar. En dan was ik ook sneller dan Joël. Alleen, hij was ook altijd heel snel. Maar hij heeft mij inmiddels wel ingehaald, ja, qua snelheid. Want hij is wel echt snel. Ja, ja ik denk ik wel. Nu wel. Ja, vroeger was het. Was hij nog wel sneller, denk ik. Daniel was ook wel snel. Mensen onderschatten dat soms. Maar Daniel was ook wel echt snel. Vroeger waren we gewoon. Ja, won hij eerst nog wel. Ja, de laatste jaren denk ik dat ik wel sneller ben geworden. Je bent echt al lang niet meer geweest, hoor. Even serieus. Kijk dan. Hé, hey, ooit. Wat? Die moeten niet aankijken. Maar die hebben we nooit gehad, trouwens. Ja, nou, het is toch wel een soort van directrice. Je hebt geen Nee, dat was een mooie tijd. Wie had er vroeger op school de meeste vriendinnetjes? Nou, ik denk... bij beiden waren niet echt... Ja, met een meisje bezig, zeg maar. Dus, beide niet echt, denk ik. Nou, soms vertelt hij wel verhalen, inderdaad. Dan heeft hij dan meiden vroeg op de basisschool gehad. En die, volgens mij was er ook al toen al een beetje een meisje die echt achter hem aan zat. Dus ik denk dat hij de meeste vriendinnetjes had, ja. Hij kan gewoon niet hoog houden. Even, hij is profvoetbal van FC Groningen. Hij kan niet hoog houden. Nou, kom op, even 10 keer hoog halen voor de camera. 10 keer? 10 keer. Oké, maar niet uit hoeveel keer raken dus. Hé? 10 keer hoog houden, wat doe je nou moeilijk? Gewoon 10 keer hoog. 10 keer aan de katoe toch? Nee, voor jezelf. Nee, naar de katoe natuurlijk. Dat moet zo. Ik wil dat jij 10 keer gaat hoog houden. Ja. Je niet nog. Oh, bijna, bijna. Ik wil bijna weer. Oké, nu 10 keer naar elkaar over. Ja. Hier. Ja, maar dit is een spijkerbroek. Ik kan niet meer spijkeren. Wie won vroeger altijd 1 tegen 1? Ja, dit deden wij altijd als we vrij van school waren. Hadden wij in onze tuin, in ons andere huis, zeg maar. Want ja, hier wonen we nog niet heel ons leven. Hadden we altijd een soort van 1 tegen 1 veldje, echt van beton. En dan gingen we altijd, gewoon elke dag, gingen we dan 1 tegen 1 voetballen. Alleen ik was ouder dan hem. En wat ik zei, ik was al wat fysieker. Dus toen won ik meestal wel die potjes 1 tegen 1. Alleen ja, ik vond het wel echt altijd wel leuk als we dan weer 1 tegen 1 gingen voetballen. Was meer verschilde volgens mij, denk ik wel vaak. We deden ook niet altijd tot de zoveel. Vaak was het ook gewoon, gingen we gewoon door totdat we moe waren. Maar jij loopt al te lachen, dus dat vind je wel mooi. Wie zou er nu winnen 1 tegen 1? dat moeten we eigenlijk testen. Ja, ik weet het niet. Ja. Nu is zeg maar het verschil is kleiner, dat sowieso. Dus ik zou deze vraag niet meer weten. Ja, dat is een goede vraag. Ja, Daniel zou wel vaker winnen, denk ik. Dat hij gewoon wat technischer is aan de bal. Dit is met alle neefjes en nichtjes. Nou ja, alle een gedeelte. Ja, dat hebben ze met neefjes en nichtjes. Ja. Ja. Nu valt wel echt op dat blonde haar. Ja. Ja. Daniel valt niet op hier. Ja. Welke doelen gaat je broer waarmaken? Nou, ik denk dus dat hij wel een mooie carrière kan krijgen. Als je ziet hoe hij het nu doet. Een aantal Eredivisie wedstrijden, denk ik een stuk of 20. Dus ik denk als hij deze lijn kan doortrekken, dat hij wel een mooie carrière tegemoet kan krijgen. Dan moet ik eerst weten wat zijn doelen zijn. Maar ja, als zijn doelen zijn dat hij, net als ik, een hogere stap wil gaan maken. Ik denk dat dat erin zit voor hem. Ja, dat denk ik echt. Hij ontwikkelt zich nu goed.
Hij heeft nu zijn debuut gemaakt, dus ik denk niet dat het hierbij gaat blijven. Nee. Hoeveel bekende jongens daar gespeeld? Even kijken. Botman. Mitchell Bakker. Redan, volgens mij. Ja, Redan. Zijn er hier al jongens van doorgebroken, Joël? Denk ik nog niet, hè? Ja, hele bekende. Ja, daar. Gravenberg. Probeest. Ja, en hij speelt bij NEC. Proper. Hoe zou jij je broer omschrijven? Ja, ik vind Joël een echt persoon. En dat wil ik mee zeggen. Bijvoorbeeld als hij met andere mensen omgaat, dan blijft hij hetzelfde doen als hij bijvoorbeeld met mij of met jou blijft omgaan. Alleen wat ik wel zei, ja, hij is dan wat verlegen komt hij dan over voor andere mensen. En hij gaat zich niet bijvoorbeeld een houding aanhouden, zodat hij in de groep kan mengen, weet je wel. Dus ik is wel eens een echt persoon, zelfs een grappig persoon. Vooral hier thuis is hij wel een grappenmaker. Hij is een rustig persoon. En ja, je kan gewoon altijd op hem bouwen. Ja, en dat was gewoon eigenlijk mijn hele leven mijn beste vriend. Wel een gezellige jongen. Af en toe.